de Bandeneilanden is een plek wat eigenlijk een hele veilige leefomgeving biedt. Er is veel rijkdom wat betreft voedsel. Er is heel veel groente, want het groeit allemaal fantastisch daar. De zee die geeft heel veel verse vis. Maar er zijn weinig toekomstperspectieven wat betreft een inkomen kunnen verdienen. Ik bedoel, je kunt gaan vissen en je kunt ook van toerisme leven, al is dat nu helemaal geëscaleerd door de pandemie. En je kunt je eigen groenten verbouwen of nootmuskaat, folie. Voor de rest zijn er eigenlijk niet zoveel mogelijkheden. Dus de meeste jongeren gaan dan ook naar Jakarta, Makassar, Ambon om een andere toekomst op te bouwen dan op de eilanden. Ik wil in eerste instantie de vraag beantwoorden van hoe is het voor jongeren om hier op te groeien op zo'n gedeeld erfgoed, een beladen erfgoed. Maar dat is ook een startpunt geweest. De vraag was daarnaast ook van hoe is het om op zo'n geïsoleerde plek op te groeien. En wat zijn eigenlijk je dromen en je ambities voor de toekomst? Heb je die of niet? Dus die grotere vragen, daar ging het mij vooral om. Ik heb de zes jongeren, ongeveer 2,5, 3 jaar gevolgd. Met de camera, video en met interviews. Ik wilde heel graag deel uitmaken van hun leven. En ook me helemaal verdiepen in hoe zij hun leven leven. Bijvoorbeeld Yellow. Als het geen seizoen is om te duiken op de Bandeneilanden, dan gaat hij naar een ander eiland om daar te werken en ook plezier te maken. Dus hij reist veel. En wat ik heel mooi vond, hij ging dus mee naar Papua met iemand als begeleider eigenlijk. Dat is wel een goede kans voor hem om daar naartoe te gaan. Maar hij vond het vreselijk. Ze moesten echt zwoegen door de jungle om naar hoger gelegen stukken te komen. En hij was echt helemaal kapot. En hij dacht echt van, ik zie dit helemaal niet zitten. En toen werd hij 's ochtends vroeg wakker. En hij hoorde de vogels, en hij zag de opkomende zon. En toen voelde hij ook echt van, dit is gewoon iets heel essentieels. Ook de mensen, de Papua's, heel bijzonder. Hij zei, they listen with their heart eyes. Nou, Ulfa die zat op Banda Besar bij haar ouders, een ouderlijk huis. En ze was klaar met school, maar ze had niet een ander perspectief om bijvoorbeeld te gaan studeren, wat ze wel heel graag wilde. Dus ze kwam van Banda Besar naar Bandanera, waar ik zat. En zij benaderde mij, ze kwam naar me toe om haar Engels verder te oefenen. En wat ze mij onder andere vertelde, is dat ze altijd al docent Engels heeft willen worden, omdat docenten hun studenten, hun leerlingen, kennis kunnen doorgeven. Dus in haar ogen zijn docenten echt helden.